wat maakt het voor u zo gezellig in deze wijk? Ja, niet iedereen natuurlijk, maar veel mensen zijn wel lief bij elkaar. En helpen, zeg maar, mijn buren helpen wel bij elkaar. Hallo, ik ben Guel. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen met deel 6 van onze serie over de kunstenaars. Voor onze serie Kunstenaars en Creatievelingen in Noord zijn we te gast bij Els van Tevelen. Dag Els, waarom ben je kunstenares geworden? Het grote waarom? Ja, ik kan natuurlijk een fantastisch antwoord geven in de zin van... ik kon het niet doen, of de innerlijke drang. Maar ik denk dat het gewoon heel spontaan is... Een uitlating die bij me hoort en dat ik dat gevolgd heb. Dus het is niet met een heel groot doel. Het is gaandeweg heeft het zich ontwikkeld. En wat maak je dan precies? Ik schilder. En de inhoud van de schilderkunst is wat mij betreft meer impressionistisch. Het is niet de pure realiteit of naturalistisch geschilderd, maar er zit een aanleiding in de werkelijkheid. Dus het kan zijn een landschap, een stilleven, wat ik dan op mijn manier vervorm. Dus met mijn handschrift wordt het dan toch een zekere werkelijkheid, mijn werkelijkheid. Hoe lang doe je dit al? Wauw. Ja, ik heb ergens op internet is een artikeltje en heeft iemand geschreven. Ze leerde eendjes tekenen van haar vader. En ik denk inderdaad dat het daar begonnen is. En dat was, mijn vader tekende dan een 2 op een papiertje. En dan maakte ik van die 2 een zwaan of een eendje. En zo denk ik dat mijn weg mijn weg bewandeld is. Maak je nog wel eens eendjes? Vogels, ja, ik heb heel veel vogels getekend en dat is een enorme stapel geworden. Dat het plan is om daar een boekje van te maken, maar dat is toekomstmuziek. Dat moet een keer gebeuren, want zo'n hele stapel die ligt me dan af en toe aan te gapen, daar moet iets mee. En die vogels die willen vliegen, daar moet een boekje van komen. Wat wil je eigenlijk bereiken met je schilderkunst? Er is al wat bereikt hier en daar. Ik denk dat mensen wel mij herkennen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik goed ook. Als je een eigen handschrift hebt, dat betekent dat je een stijl hebt. Dat is al wel gaande nu. Want ja, echt iets bereiken. De toekomst. Wat heet de toekomst? Het moet er nu al zijn. Dus ik ben op allerlei fronten bezig. Ik ben ook af en toe aan het beeld houden. En tekenen, schilderen. En... een soort een art trouvé werkje ertussendoor. Dus ik ben van veel markten thuis. Heb je ook exposities in de buurt? Ja, ik heb het. Dat is wel heel grappig dat ik de Berg Singelkerk hier min of meer ontdekt heb. Dat is hier schuin tegenover. En die zetten zich veel in voor sociale evenementen in de wijk. Onder andere een expositieruimte in de hal van de kerk. En daar heb ik geëxposeerd. En dat was, geloof ik, net nadat ik ook in Georgië had geëxposeerd. Dus het is bij mij wel heel wijdlopig. Van 3 meter verder naar helemaal ergens in Oost-Europa. Dus dat is niet alleen maar in Rotterdam, maar het is ook in het buitenland. Je woont in Rotterdam. Werk je ook in Rotterdam-Noord? Werk je ook in Rotterdam-Noord? Ik heb veel ateliers gehad, maar die zijn helaas allemaal tot op de bodem afgebroken. Dat waren om niets locaties. Mijn eerste atelier was achter de Provenierskerk. Een schoolgebouw, een basisschool. Het aardige was dat ik zelf op die school heb gezeten als lagere schoolkind. En dat wij dus... In die klas nooit op de verwarming mochten zitten. Dat was dus een nonnenschool, een katholieke school. En ineens deed zich de gelegenheid voor dat wij een atelier konden huren daar, om ook te beschermen tegen vandalisme in de buurt. En toen heb ik dus breed uit, drie jaar lang met mijn billen op de verwarming gezeten. Het was een heerlijk gevoel. Dus dat was mijn eerste atelier. Het is nu het is veranderd in een
55 plus woning of zo. Dus wie weet, ik kom ook er later nog wel weer eens. Dus is dat mijn derde periode, dat zou kunnen. En op het moment ben ik in afwachting, maar het gaat niet makkelijker met de ateliers. Want heel veel locaties zijn vergeven of die worden niet meer in die zin gebruikt. En als ik het via de officiële weg doe, bijvoorbeeld via het SCAR, hè, dat is een officiële instantie, dan betaal je toch gauw een groot bedrag bij je normale huur of hypotheek. Dus ik heb verschillende adressen waar ik ook kan schilderen. En als er zich iets voordoet, dan doe ik het. Een mooie ruimte. Wonen in Noord, wat vind je van dit gebied? Ja, als iemand er iets over kan zeggen, ben ik het. Want ik ben geboren in deze wijk. In het Sint-Franciscus gasthuis op de Schiekade toentertijd. Is ook afgebroken. En heb ik heel lang gewoond, tot mijn 20ste of zoiets, in de Insulindestraat. Dat is de straat hier ook weer een steenworp vandaan. En daarna ook verschillende adressen, onder andere de Heer Kerstandstraat, Schiebroekse Laan, allemaal in Noord. Ik reis veel, ben een heleboel gebieden geweest, maar ik keer altijd terug naar Noord. Dus ik heb een lange geschiedenis met Noord. Ik zie ook veel veranderen. Bijvoorbeeld die kerk hiernaast, die zie ik onder mijn ogen vervallen. Dat is die Rooms-Katholieke kerk, de Heilige Familiekerk. Heel jammer dat hele bisdom er niks aan doet. Die laat dat maar verpauperen. De spoorlijn is weg hier, het Hofplein, treintje, het lijntje. Ook jammer, want ik was aan dat geluid gewend. Ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. Maar allemaal dingen uit mijn jeugd die op de nominatie staan om weg te gaan, of die zijn al weg. Maar dat is het leven. Je kan het niet tegenhouden. Dingen veranderen en dingen verbeteren. Maar soms is niet elke verandering een verbetering. Maar al met al ben je heel tevreden, want je gaat nooit niet uit. Ja, ik vind het een prettige wijk hier. Rustig, maar niet te rustig. Het is toch een stadswijk. En je kan overal heen, even naar de Zwart-Jansstraat, het Zwaanshals, waar weer zoveel andere dingen gebeuren. En zoveel mensen wonen uit allerlei verschillende bevolkingsgroepen, waar je alleen maar plezier aan kan hebben. Dus het is een goede wijk. Een fantastische wijk. For this moment to arrive. Dan gaan we naar Elmar met Straatpraat. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Straatpraat. Deze week staan we in de Zwart-Jansstraat en we gaan aan de mensen op straat vragen hoe zij denken over het oude Noorden. Nou, ik woon er nog maar 3 jaar en ik vind het prima wijk. En wat is er voor u zo prima aan het oude Noorden? Gezellige mensen, sowieso. Winkels in de buurt en dat... En toch wel redelijk, hoe noem je dat, opritjes, afritjes vormen. Dat is ook wel heel belangrijk. Eén minpuntje, de winkels hebben hier vaak geen plankje liggen. Oude Noorden, ja, is een leuke... Leuke wijk? Ja, dat is wel gezellig. En wat maakt het voor u zo gezellig in deze wijk? Ja, niet iedereen natuurlijk, maar veel mensen zijn wel lief bij elkaar. En helpen, zeg maar, mijn buren helpen wel bij elkaar. Ja, prima. Ik zit er al 22 jaar. Dus, En wat is er voor u zo prima aan het oude Noorden? Nou ja, alles bij de hand. Tram voor de deur, vlakbij het centrum, alles op loopafstand, winkels genoeg. Nou, ik kom uit het oude Noorden en ik woon nu in Kraling in een bejaardenhuis. Maar het is hier gewoon super. Echt, meen ik echt. Hey, heeft u het naar uw zin gehad in de tijd dat u hier heeft gewoond? Ja, wat dacht je? Ik heb hier 40 jaar gewoond. En welke dingen blijven u het meest bij aan uw tijd hier, dat u hier gewoond heeft? De gezelligheid. Ja. Ja, dat is wel wat minder geworden. Vind ik wel, ja. Vroeger, ik heb een café gehad op de Noordsingel en een bar. En als ik dan was, altijd, hallo Betty. Ja, dat zijn allemaal mensen van mijn leeftijd. Die zijn er niet meer. Ja, het is altijd druk. Tenminste in deze straat. Ja, het vind ik een gezellige wijk. Ja. Echt, ik ken heel veel mensen dat hier wonen. Het Oude Noorden is een vrij gemengde wijk. Ja. Wat vindt u daarvan? Heerlijk. Dat andere culturen, daar leer je altijd wel wat van. Dat is gewoon zo. En zij van ons natuurlijk. Ja, ik vind het wel leuk hoor, omdat hier waar die wonen, hebben van verschillende Suriname, Marokkaanse, Nederlandse, supergoed geweest.
Maar ze gaat heel goed hoor. Zijn er toch nog knelpunten voor u aan het Oude Noorden of niet? Weinig zou ze zo dus niet kunnen opnoemen. Ja, vroeger was het beter, ik wil zeggen. Nou, een beetje wel af en toe horen van alles, zien we wel van alles en nog wat. Een beetje soms onzeker als je naar buiten gaat, weet je. En wat vond je zelf vroeger beter? Meer rustig. Ja, parkeerprobleem. Maar ja, dat zal wel overal zijn. Maar hier is het wel heel erg, ja. Wat ziet u dan zoal aan bij de, als er een parkeer, nou ja, bij de parkeerprobleem? Ik heb een auto, maar je kan hem nooit kwijt voor de deur. Want ik moet hem soms helemaal op de Benthuizenstraat zetten bij Correct voor de deur. Want alles is gewoon bezet. En dat is wel een heel groot probleem, ja. En het nieuwe kenteken parkeren? Ja, dat is een ramp. Mensen die weten het niet, staan vaak te wachten hier omdat er 6 voor ze zijn of zo en niemand begrijpt er wat van. Meer die kant op, naar de Zaagmolenstraat heb ik, waar ze nu bezig staan te slopen. Ja, dat zie ik vaak iets, ja. Ik vind dat het moet gewoon, het moet. Bepaalde gebouwen, ja, ze zien er helemaal niet uit. Ja, precies. Dat was alweer de Straatpraat voor deze week. Volgende week zijn we terug met een nieuw onderwerp. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Dag. Kook met me mee. Wij zijn bezig met een Kook met me mee-lijst aan basisschool Het Spoor. En klopt het dat de leerlingen hier eerst hun eigen groente hebben geoogst? Ja, een onderdeel hiervan hebben ze eerst geoogst afgelopen week. Dus we zijn een beetje aan de winter toe, dus er wordt steeds minder groente in de tuin. Dus we hebben een deel daar geoogst en de andere deel hebben we gekocht. En nu kopen ze daarmee. En kunt u iets vertellen over dit onderdeel van het van het project, van deze keuken? Ja, die leerlingen hebben vandaag de 5e les. Dus ze volgen een lesprogramma van 10 lessen. Vandaag hebben ze het over sauzen. Hoe zij sauzen zelf kunnen maken in plaats van in de supermarkt kopen met E-nummers en allerlei ongezonde dingen erin. Dus ze hebben eerst geleerd wat zit in mijn saus als ik in een winkel koop die niet biologische en natuurlijke producten verkoopt. En dan leren ze nu hoe kan ik een saus zelf maken. Kinderen zijn gek op sausen. Tomatensaus, frietsaus, pindasaus. Dat soort sausen zijn ze heel erg gek op. We hebben pindasaus gemaakt. Hoe hebben jullie het gemaakt? Allerlei ingrediënten erin gedaan. Verschillende. Peper, pindakaas, tomatensaus en nog wat. En wat is de volgende stap in het project? Ja, dan is de 6e de les en dan leren ze voorgerechten. Hoe kunnen ze voorgerechten zelf maken? Wat is het restaurantcultuur? En hoe kunnen ze daar bestellen? En dat soort dingen leren ze. En dan hoofdgerechten, nagerechten. Hoe kan je nagerechten maken zonder suiker? Dan snacks. Hoe kan je snacks maken zonder dierlijke producten? En de laatste les gaan we dat ook met die leerkrachten en ouders gezamenlijk tijdens een receptiefeestje eten. Gaan jullie dit nou thuis ook doen? Ja, ik wel voor mijn moeder dan. Ik ook. Dit is mijn patat. Het is nu gebakken. Het is heel lekker. Over 23 minuten is het klaar. Als moederdag sowieso. Als moederdag is pindasaus met een beetje patat en frikandel klaar. Dat was het weer. Vergeet niet onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u uploaden via www.rotterdamnoordtv. Tot de volgende keer.